De meeste tuinders zijn op hun eigen bedrijf bezig goed te produceren en efficiënt te produceren. Een lage kostprijs en een goede verkoopprijs en dan heb je een heel mooi product. Maar een onbestaand product, wat wij eigenlijk hebben, dat moet dus aangeprijsd worden. Er moet een vraag voor gecreëerd worden. Toen ik mijn eigen ding kon gaan doen, dat betekende voor mij eigenlijk dat ik de markt opnieuw kon ingaan delen. En ik heb altijd gezegd, je moet kijken naar je eindklant. En dit bedrijf had als eindklant de chefs. En die waren ook zeer enthousiast over het product. En ertussen zit een heel apparaat van logistiek, van handel, van verpakking enzovoorts. Maar die chef die moet je raken. Die chef die moet je in zijn hart en in zijn ziel raken. En als dat gelukt is, dan komt die vraag door de keten zelf terug bij het bedrijf. Nou, daar hebben we heel veel energie gestoken. Heel veel energie. Waar Koppert Cress nu staat, 5000 dagen. Het is nog steeds een snel groeiend bedrijf. Dat doen we al door de jaren heen. Daar zijn we gewend groeien. We staan er, we zijn gerespecteerd. We zijn internationaal met 4 filialen in het buitenland. En gedreven ten aanzien van 1 grote missie, dat is gezond voedsel. En dat is de visie voor de komende 5000 dagen. Ik wil Nederland het gezondste land, de gezondste delta maken van de wereld. Met al mijn collega's, tuinders, die dingen maken waarvoor we als mens gemaakt zijn. Planten, planten, planten. Dat in combinatie met medische universiteiten, met andere voedingsindustrieën, met de steden, kan Nederland een gidsland worden voor de wereld ten aanzien van gezondheid. Good food is voor mij eigenlijk real food. Voedsel waarvoor we gemaakt zijn, waar niet aan gerotzooid is, dat normaal is, wat niet gespoten is, waar niet veel troep op zit, waar gewoon integere mensen aan gewerkt hebben en dat op een hele mooie manier op het bord krijgen, dan deugt het. En nu ram het een beetje tussendoor en even snel eten en geen tijd en de auto een halve hap en we hebben weer gegeten. Ja, je maag zit wel vol, je zit er voldaan, maar good food is iets meer. En dat betekent dat je soms het bord opnieuw moet uitvinden, heruit moet vinden. Maar we kunnen mensen echt inspireren met goed voedsel, dat kan. En die kans heeft de gastronomie als eerste. Ja, de toekomst heeft haast. En gezondheid zeker.